Even een linkje, welkom terug. Dit is geen boei, dit is een stootwiel. En ik zie heel vaak mensen tobben met het vastmaken van een stootwiel. Nou ja, wat wij doen, het is heel simpel en het ziet er heel simpel uit. Maar meestal heb je op een boot een reling of een kikker. Laat ik zo ook nog wat over zien. Maar ik ga even laten zien hoe je deze vastmaakt. De makkelijkste manier om een stootwiel vast te maken is als volgt. En draai hem gerust een keer af in de slow motion. Als je hem eenmaal te pakken hebt, vergeet je hem nooit meer, denk ik. Dit is dé manier om een stootwiel vast te maken. Zo zit hij echt vast. Die gaat niet los. Dit kun je eventjes goed vasttrekken als je erover twijfelt. Soms doen sommige mensen er zo even een extra lusje in. Maar dat is vooral om dit een beetje kwijt te raken. Eigenlijk is dit al genoeg. Zo zit hij nogmaals echt muurvast. Ik zal hem nog één keer doen. Hij is ook makkelijk los te maken. Maar nogmaals, als je het helemaal te pakken hebt, even helemaal opnieuw. Nou, dan komen we bij kikkers. Dit is een lijn, geen touw. En heel handig is natuurlijk als je op de boot staat, gewoon de lus eromheen en beleggen op deze kikker. Nou ga ik deze niet losmaken, het waait een klein beetje, maar stel we doen het andersom. Eventjes voor de vorm. Zo, en hoe maak je dit nou vast? Nou, ook dat ga ik eventjes, ik maak deze eventjes een beetje netjes, om te voorkomen dat de boel in de knoop komt. Dan ga ik even laten zien. Wat ik vaak zie, is dat mensen gelijk dit doen. Doe dat niet. En waarom niet? Als je hier nu aan gaat trekken, stel we krijgen op navel windkracht 9 en deze lijn gaat heel erg trekken, dan trek je deze knoop muren en muur vast. Soms zo vast dat je moet gaan doorsnijden omdat die niet meer los te krijgen is. Dus wat doe je wel? Nog even van het begin. Je begint, een keer los eroverheen, nog een keer is prima en dan pas draai hem om. Zo zit hij eigenlijk al muur en muur vast. Als je erover twijfelt, doe er gerust nog eentje. En zelf vind ik het altijd netjes om eventjes de boel netjes achter te laten. Door. Ik heb een nieuwe lijn gepakt. Is misschien niet zo handig. Die kronkelt nog een beetje. Maar eventjes een beetje zo. En zo laat je het achter. Nog één keer doen. Maak hem even los. Dus nogmaals, je begint opnieuw. Eerst los. Nog een keertje. Dan pas. Deze manier. That's it. Nou, zag je me misschien net al eventjes worstelen met een lijn die een beetje in de knoop zat? Nou, dat moet je eigenlijk voorkomen. Zo moet je een lijn niet in een boot hebben liggen. Het is verstandig en veilig om boot of om lijnen gebruiksklaar te hebben liggen. Nou, hoe doe je dat nou? Door hem, dat noemen ze, op te slaan. Ik zelf doe dat zo. Pak de lus, even je elleboog gebruiken en zo sla je de lijn op. Nou ben ik er. Dan kan je hem zo wegleggen. Leg je hem in een luik. Of ergens gebruiksklaar. En op zich is dit prima. Maar heb je nou 5 lijnen in een luik liggen, dan wordt het toch een rommeltje. Nou, daar is nog een trucje voor. Wat je dan doet, je doet dit. En op een gegeven moment haal je hem erdoor. Lusje. Even over zichzelf heen. Dit moet je even oefenen. Je trekt hem aan. Op deze manier. En zo gaat hij nooit in de knoop. Zo kun je gerust op deze manier 10 bundels lijn in een luik werpen. En heb je ze nodig, nou ja, uiteraard pak je ze dan en je maakt hem weer los. Je hebt hem eigenlijk gelijk gebruiksklaar. En zo is het veilig. En eventjes als opstapje naar onze volgende video, want we gaan een keer aan en afmeren en vooral letten op lijnen. Maar wat ik leuk vind om te zien bij deze boot, is dat hij vast ligt op de manier die ik altijd aanraad. Namelijk, een boot aan één kant vastgemaakt. Dan maak je een lijn schuin naar achteren vast. Daar een lus. Je belegt hem hier en vervolgens zet je een spring hier. Dit noemen ze een spring. En schuin naar voren. Dus eigenlijk is de basis altijd schuin naar achteren een lijn. Schuin naar voren een lijn. En een spring. En op deze manier ligt een boot altijd goed. Eigenlijk overal. Schuin naar voren, schuin naar achteren en een spring. Dat werkt voor mij het beste en is in de praktijk gewoon een veilige, makkelijke, snelle manier om een boot vast te leggen. Breng me gelijk naar een bruggetje naar nog een andere video. We gaan ook wat vertellen over etiketten. Ik zie heel vaak mensen heel goedwillend helpen om een boot aan te meren. Dus je komt aan in een haven en je denkt van ik ga aanmeren. Er staan de mensen op de steiger en die vinden dat leuk om te zien hoe jij die boot staat aan te meren. En die willen dan een lijn aanpakken.
Nou, wat sommige mensen doen, is dit. Nou, het is niet zo netjes om zo'n bundel lijn naar iemand te gooien. Dus wat je eigenlijk hoort te doen, is, je hebt die lijn dan, nou ja, uiteraard beter opgeslagen dan nu. Maar wat je doet, is je gooit niet als het niet hoeft, maar je geeft de lus aan. En waarom nou die lus? Degene die op de kant staat, die hoeft dan alleen maar die lus om de kikker te doen. En je belegt hem zelf op de kikker. En dan zie je gelijk een extra voordeel. Want als je dat op deze manier doet en je lijn is lang genoeg, dan heb je daar de lus. Hier beleg je hem. Doe het nu eventjes. Het is dubbel. Oké. En dan heb ik hier een stuk over. Om daar meteen de kikker te pakken en daarmee de spring vast te maken. Dus nogmaals, de etiketten is vooral de lus aangeven. En dat is gewoon een stuk netter. Dan hoef je degene die op de kant staat, of misschien helemaal geen watersporter is, hoef je helemaal niet, nou ja, een gênant moment te bezorgen. Want die weet misschien helemaal niet hoe die kikker moet leggen, want die heeft nooit die video van campers bekeken. Gewoon de lus aangeven, om de kikker of om de paal of wat dan ook op de kant. Dat is het makkelijkste. Dus er komt ook een video over etiketten, maar dit alvast als kleine preview. Graag tot de volgende.